Zo, burgemeester, deze is voor u. Ja, dankjewel. Kijk er eens. Zo, waar zijn we? Wij zijn op het scoutinglandgoed hier in Zeewolde. En dit scoutinglandgoed gelegen onder zeeniveau, dat moet je meemaken. En ik neem je vandaag mee hier samen met mensen van scouting om eens te laten zien wat hier allemaal in Zeewolde kan gebeuren. Nou, de natuur in bij scouting. Wat heeft u eigenlijk met scouting? Heeft u, Ik heb vroeger heel veel jeugd- en jongerenwerk gedaan, ook heel veel samen met scouting. En dus ja, jeugd- en jongerenwerk, daar ligt toch wel een deel van mijn hart. En dan is het erg leuk als je zo'n voorziening in je eigen gemeente hebt en waarbij je toch nog wat kunt doen, wat je vroeger ook met veel plezier als vrijwilliger deed. Ah, kijk, dus het is een beetje wel sentiment wat er bij om de hoek komt kijken, zeg maar. Zeker, zeker, zeker. Met heel veel plezier nog steeds. Alleen dan heb je wel wat andere kleren aan dan nu. Ik wil net zeggen, het heeft een beetje geregend, maar dat weerhoudt ons niet. Nee, wij gaan gewoon door, hè. Wij gaan ervan genieten. Nou, we zijn hier bij een van de activiteiten, even buiten. Maar misschien is het goed om alvast weer wat interviews te gaan doen. Ja, lijkt me helemaal goed. U bent de baas, hè? Ik begin met Fedde Boersma. Fedde heeft aan de wieg gestaan van het scoutinglandgoed in Zeewolde. En wat vind je nou van het resultaat? Ja, het is geweldig om te zien al die groepen die hier nu komen kamperen en echt geweldige activiteiten doen hier in Zeewolde. Ja, dit is precies het beeld wat we voor ogen hadden. Ik ga naar Peter Messerschmidt, dat is de huidige directeur van het landgoed. Als je kijkt naar de activiteiten dit jaar, ben je dan tevreden hoe het nu loopt? Ja, zeker zeer tevreden. Scout op your summer, dat is een activiteit die door het landgoed zelf georganiseerd wordt. En daar zie je het aantal deelnemers dit jaar ongeveer gelijk is aan vorig jaar. En daar zijn we heel tevreden over. En dat betekent dat in zo'n actieve week van Scout op your summer heel veel verschillende activiteiten gedaan kunnen worden. En daar is het landgoed heel erg geschikt voor. En dat willen we ook heel graag aanbieden. Dit is de internationale zone, geloof ik? Ja, dit is de internationale zone. Ja, mijn. Hallo, wie heißt du? Lasse Fanselov. En Lasse, du kommst aus Deutschland? Ja. En wie lange seid ihr hier met de groepen? Eine Woche. Eine Woche, ja. Wie gefällt es euch hier in. Ja, eigentlich ganz gut. Ja? Bloß vor einem zwei Tagen hat oder einem Tag hat es hier gerade so richtig heftig geregnet und da stand das Wasser so tief in der Ecke. Ach ja, nou, even korte samenvatting. Ze zitten hier een weekje vanuit Duitsland. Alleen zoals je hier kunt zien hebben ze net deze tent in een kuil gezet. Ja, en als het dan met bakken naar beneden komt, ja, dan komt er water in de tent. Maar ze hebben nu maatregelen genomen om het water tegen te houden en dat is goed gelukt. Van mooie kuilen gegraven. Ja, daarom hè. Zo hoort erbij hè, die kuilen hè. Wat kan dit voor de gemeente Zeewolde betekenen? Nou, ik denk dat het voor de gemeente Zeewolde het kan betekenen dat vanuit scouting we internationaal zijn, zoals Fedde net al zegt. Maar dat we vooral ook kunnen laten zien op het Dutch International Scout and Guide Center, zoals we het Zeewolde landgoed noemen. Vele nationaliteiten samenkomen en die komen dan vervolgens ook weer naar Zeewolde zelf toe. Dat is heel erg mooi om te horen dat. Dat willen we ook graag zo hebben. Dus het is herzlich welkom in Zeewolde. Bienvenue à Zeewolde. Welkom in Zeewolde. En zo kunnen we nog in tig talen doorgaan. Ik vind het een prachtige afsluiting voor dit verhaal. En ik vind dat u het heel goed gedaan heeft. Dus mochten we een plekje over hebben op de redactie, dan bellen we u. Doe ik met alle plezier. Stel je voor dat je nog eens een keer een baantje bij nodig hebt. Nou, dan weet ik jullie te vinden. Dank u wel.